8 mei 2017, maar het is alweer 8 mei 2017. Volgend jaar wordt Esther 50, de jongste dochter. Robert wordt volgende maand al 51. Mijn kleine Mariska is nu 14. Dat is boven de 1,70 meter, dus ze is een lange meid geworden. Als ze met me belt, dan zegt ze ook ik hou van je, en dan moet ik dat ook terug zeggen. Dat is toch lief, hè? Ja, nou, je kan beter dat doen als dat je... Nee, je wacht dat maar. Vroeger kregen ze veel billenkoek. Billenkoek is goed voor de tanden. Hè? Nee. Ik had een hekel last voor de kinderen vroeger. Maar mama, billenkoek zit geen suiker in. Maar je vond het erg als pa de kinderen sloeg. En schoppen dan. Ja? En als je de kinderen schopt dan. Wie schopt? Nee, slaan is erg, zeg je, maar schoppen dan. Ik zag een flauwe mop bij Samson en Gert. Die man die zegt tegen zijn vriend, ik had vanmorgen blauwe voeten. Dan zegt die vriend, wat heb je eraan gedaan? Ik heb mijn blauwe sokken uitgetrokken. Is dat ook mijn dingen? Dat is jouw wasma. Robert was dat voor je. Oh ja, maar ik was thuis ervoor. En dan kijken wat ik zou doen. Heb jij werk gewoon overdag? Ja. Bij de gemeente maar. Bij de gemeente? Administratie. Hm? Administratie. Ja, dat is goed. Moet je gewoon, hè? Ja. Personeelsadministratie. En alles wat te maken heeft met paspoort en zo. Is dat huis een goed huis? Er zit allemaal scheur in de kelder. Maar veel van die woningen uit de jaren 50, 60, 70, zelfs jaren 80, ja, worden of volledig gerenoveerd of vaker nog afgebroken. Mm-hmm.